Als eerste vraag, wat vindt u zelf van uw gezondheid? Ik voel me goed. Ja? Ja. Uh, heeft u wel eens gehoord van het thema gezonder ouder worden, dus, dus healthy aging? Ja, dat heb ik van gehoord. Okay. Voorkomen is beter dan genezen. Met dit motto zijn artsen in het UMCG gestart met de leefstijlwijzer. Dat is een balie op de polykliniek waar een leefstijladvies wordt gegeven aan patiënten. Met dit advies op maat wil het ziekenhuis patiënten bewust maken van het belang van een gezonde leefstijl om ziektes te voorkomen. Het belangrijkste doel is met afstand bewustwording. Bewustwording bij de mensen die als patiënt het ziekenhuis bezoeken op een polykliniek, dat het belangrijk is om een gezonde leefstijl te, vormen, te, te volgen. En dan samen met de dokter de verpleging de fysiotherapie op te trekken en zo goed mogelijk effecten te bereiken van alles wat we doen. En zo gezond mogelijk te leven. De leefstijlwijzer is een proef en wordt later uitgebreid naar het hele ziekenhuis. We beginnen met een soort van pilot, of een experiment, kun je kunt het ook noemen. Waarbij we eerst ons richten op de mensen die op een aantal polyklinieken komen in het UMCG. Dat is onder andere de polykliniek en revalidatie, maar ook orthopedie later en sport en diabetes. Mensen die op die polykliniek komen en hun begeleiders, die zijn van harte welkom om deel te nemen aan, de deel, aan deze leefstijlwijzer. En na zes maanden gaan we dat evalueren. Leefstijlwijzer helpt mensen beter om te gaan met hun ziekte. We hebben het voorbeeld uit een, uit een andere situatie dat iemand merkte dat uh, zij een lichte vorm van suikerziekte had. En uh, ze kwam er toen achter dat als ze in plaats van 3000 stappen 6000 stappen ging nemen per dag, dat ze geen medicijnen nodig had om die suikerziekte te bestrijden. En die heeft, ze heeft toen zelf het initiatief genomen om een stappenteller te blijven gebruiken. En uh, ja, ik denk dat dat een heel concreet voorbeeld is omdat mensen al patiënt zijn in het UMCG, zijn ze gemotiveerd om de adviezen daadwerkelijk op te volgen. Mensen komen hier die hebben iets, die hebben een ziekte die niet overgaat of die heeft geleid tot restverschijnselen. En we weten uit onderzoek dat mensen dan wat eerder geneigd zijn om adviezen aan te nemen. Dus als je iemand gewoon op straat zou aanklampen en zeggen van nou we hebben een advies voor u, dan ligt dat wat anders dan wanneer je gericht het ziekenhuis bezoekt met een bepaalde gezondheidsklacht of een gezondheidsprobleem. De leefstijlbalie is voorlopig alleen te vinden op de polikliniek revalidatie en plastische chirurgie en is geopend van maandag tot en met donderdag.